Ben je aan het filmen? Super! Welkom bij een nieuwe vlog van Enzo Knol. Doe alvast een groen duimpje omhoog voor mijn kleinzoon. Tell me that you want me! Tell me that you need me! Meest mooie intro ever! Wij zijn buiten en ik ben op dit moment Bumper aan het uitlaten. En Bumper die wil heel graag uitgelaten worden, het is echt niet normaal. Ja, Bumper laat mij uit, ja. Bumper, rustig. Rustig, Bump. Rustig, control yourself. En go. Bumper is echt de beste hond ever, gewoon. Hij is zo lief. En hij is zo sterk, what the fuck. Oké, rennen, Bump. Stop, 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 stop. Oh, sorry dat ik even zijn achterste filmde. Dat is niet zo smakelijk. Wij gaan een ijsje halen. Wow, niet bij die mensen in de tuin. Bump. 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 Stoep. En toma. Goed zo. Zie je? Wow. Relax toch? Naast. Goed zo. Wij gaan dus een heerlijk ijsje halen. Ook al hagelde het zo net fucking hard. Niet normaal. We hebben gewoon zin in een ijsje. Want... Dat heb ik opgenomen. Ja? Ja. Oh. Heb je opgenomen dat het hagelde? Ja. Het zit met mijn camera. Dan krijg je dat fragmentje nu te zien. Als de dag zo begint, dan weet je dat het een kutdag wordt. Het hagelt. Een week geleden was het nog zonnig. En nu dikke hagelstenen. Niemand houdt ervan. Zo, nu je dat spectaculair weer hebt gezien, gaan wij dus gewoon een heerlijk ijsje halen. Want we hebben daar gewoon zin in. Maakt niet uit wat voor weer het is. En ik heb zin in een ijsje. Ik ga een Smurf ijs halen. Zo, zo. En bubbelgum. En bubbelgum. Ja, dat heb ik niet gehad. Had ik gisteren wel gezien. Maar dat is ook lekker. Jullie zijn jaloers, hè, dat wij een lekker ijsje gaan halen. Ja, ik weet het. Ik gun jullie ook een ijsje. Doe alvast een duimpje omhoog voor deze vlog. En ik check jullie zo meteen weer. Peace. Oh yeah, ik heb 2 ijsjes gescoord. 1 ijsje met yoghurt. En die ander, je ziet het misschien al. Smurf ijs onderop met bubblegum. En daarbovenop yoghurt, want yoghurt vind ik gewoon fucking lekker. Ik weet ook niet waarom. Maar nu zal je misschien afvragen van, hey, die heeft al een ijsje. Waarom hebben we er nog 2? Met wie ben je nog meer? Nou, we gaan natuurlijk niet een hond meenemen en dan vervolgens niks aan Bumper geven. Dus, als Bumper lief is, dan geven we hem gewoon het ijs. Ik ben benieuwd of hij hem gewoon in 1,5 zo... gewoon helemaal weg eet. Misschien likt hij er wel gewoon aan. Misschien likt hij er aan, ja, wie weet. We gaan het proberen, jullie gaan het zien. Ga zitten. Bumper, wil je ijsje? Oh, lekker. Ah, oh. Lik. Oh, vind je het lekker? Hij twijfelt. Nee, vind je het niet lekker? Oh, vind je het niet lekker? Een speciaal ijsje voor je gehaald, Bump. Vind je de achterkant lekker dan? Dat wel? Vind je die wel lekker? Bijt maar. Doe nee? Maar, voor Bumper. Doe maar, voor Bumper. Toch wel? Oh, lekker. Oh. Hij likt eruit. Dat vind je Bump lekker, hè? Hij wist eerst niet zo goed wat het... Zit je nou mijn ijsje ook op te eten? Oh. Hij wist eerst niet zo goed wat het was, maar nu durft hij het wel te eten. Ja, ja, hij krijgt misschien wel een beetje brain freeze. Net zoals dat je dat gevoel dat als je heel veel ijsklontjes in één keer opeet en dan doorslikt. Ik krijg echt zo'n brain freeze. Misschien heeft Bumper dat wel met een ijsje. Bump, zit. Zit, Bump. Goed zo. Goed zo. Ja, tuurlijk mag je hem aaien. Dat is een heel lief hondje. Oh. Oh. Mag hij dat wel? Laten we daar maar niet over praten. Bumper is lief geweest, dus dan mag alles even. Zal ik ook dat ijsje likken van Bumper? Nee, hij heeft toch net pis zitten likken. Oh, hij heeft net pit. Ja, je moet me straks wel een kusje geven. Nee. Oh, het smaakt niet ook niet meer naar yoghurt. Het smaakt naar hondenvoer. Het smaakt naar hondenvoer, ja. Hondiger. Ja, Bumper wil nog wel een beetje, hè? Ja, Bumper is lief geweest. High five, Bump. Zitten. High five. Goed zo. Ik hou van die hond, echt waar. En ik hou van jou. Als je maar niet mijn ijsje eet. Ah, oh. Hey, weet je wat we kunnen doen? Nee. En dan is het weer even zo'n momentje van do it for the views. Lik heel langzaam aan dat ijsje. Nee. En dan doe ik er weer sexy muziek onder en zet ik het in slow-mo. Yes, dit geven wij views, jongen. Oh, yo. Prettige dag nog, jongens. Tot zometeen. Ik heb net heerlijk gegeten. En godzijdank, godzijdank, hoef ik niks te doen. Maar, wie moet het allemaal opruimen? Waarom deze?
Hij mag alles gaan opruimen. Bumpy, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Goed. Oh. Wil je naar buiten, Bumpy? Zit. High five. Goed zo. Pak ze, bakte, Bumpy, pak ze. Bijt je piemels eraf. Bijt je piemels eraf. Joehoe, daar gaat hij. Oh, hij pakt de bal. Oké, gaan we met de bal spelen? Oké, bring it on, bitch. Mag ik de bal? Hij is al lek hoor, Bump. Hij is al lek. Oh, moet ik schoppen? 1, 2. Pak hem! Woehoe! En kom maar weer. Los. Auw, dat is mijn lul. Auw! Oh, what the fuck? Ik schrok me dood, dude. 1, 2, pak hem, Bump! Hij duikt hem onder bosjes in. Kom maar weer! Auw! Wat sta jij dan zielig? Kom op dan! Kom op! Hij geeft niet op. Ik had hem! Ik had hem voor 2 seconden! Ja, wat doe je nou? Ik geef het op. Hele broek helemaal vies. Dankjewel, Bum. Supermooi. Je hebt wel even een strijdersplek. Ja. Yeah. En ik ben al een tijdje niet op de trampoline geweest. Dus het is tijd voor de trampoline. Ja. Trucje. Boe. Woe. Yay. Go, Quinn. Ah. Oké, wedstrijdje. Wie van jullie kan het meeste rondjes draaien in als hij springt? Quinn eerst. Go. Anderhalf. En nu D. Ik film nog geen eens, want ik weet gewoon dat ze het niet kan. Ik had gewonnen. Nee. Ze kan het niet. Nee. Ik denk ik film het geen eens. Jezelf niet. Je hebt verloren. Niet waar. Ik had gewonnen. Iedereen heeft het gezien. Je hebt verloren. Ik had gewonnen. Oh. Straks sla je weg. Dat is echt iets voor jou. Het is echt een tijdje geleden dat ik op de trampo heb gezeten door mijn elleboog. Maar nu kan ik eindelijk weer. Ik weet niet wie er als gips met eerst op de trampoline stond. Dat mag je niet zeggen. Dat ziet er echt uit. Ah, dikke loser, ik ben niet eens aan het filmen. Ben je niet aan het filmen? Sukkel! Payback, bitch! Komt ie! Ik ben Enzo Knol en ik kan er helemaal niks van. Ik ben een dikke loser. Nee. Ik doe net alsof ik het heel goed kan, maar ik bak er eigenlijk helemaal niks van. Ik heb een idee. Wij gaan springen. En als ik jou afvuur, dan loop ik onder jou door. Oké, ja. Ja? Is dat een uitdaging of wat? Gaat mis. Ja! Holy shit! Holy crap! Woehoe! Hey, dikke dik. Dikke dik. Dat je het even weet, hè? Wow, daar is de bal. Gaat weer in je broek, hoor. Panna, panna! Nu heb ik hem. Los. Wow. Los, Bum. De allerlaatste jump. En dan gaan we naar binnen. Oh yeah. Weet je wat trouwens wel eens kijkers hebben gezegd? Van Enzo, draag 1 hele vlog je pet naar voren. Maar ik weet niet, ik vind het mij niet echt staan. Jullie wel? Dat laat het even weten in de reacties. Het lijkt een beetje op Milan. Ja, het lijkt een beetje op Milan zo. Ja. Het is niet echt Enzo-stijl, hè. Dit is eigenlijk echt Enzo-stijl zo. En dit is, ik weet niet, dit is echt heel erg wennen ook. Het zit ook zo anders gewoon. Nou, in ieder geval laat het weten in de reacties. Ik ga weer naar binnen. Ik ben helemaal kapot trouwens. Fucking hell. No power.